iedereen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Mokro. Vandaag zit ik in de trein, zoals je ziet, samen met Hort. En niet zomaar in de trein, want ik zit in de Thalys, want ik ga nu naar Parijs. Ik ga dus naar Parijs en we gaan daar één nachtje slapen en gewoon gezellig, gezellig en leuk hebben. En wat we daar allemaal gaan doen, dat is voor mij nog een beetje een verrassing. Het hotel is een verrassing, dat heeft hij geregeld, dus ik ben benieuwd. Dat is eigenlijk ook de bedoeling dat Parijs helemaal een verrassing was, maar Bo had het al geraden. Dus ja. Want Bo is vandaag jarig. Ja, ik ben vandaag jarig. Het is nu 3 februari. Ik ben vandaag jarig. Ik ben 20 geworden. Super oud. Mijn haar heeft echt een roze gloed in dit licht. Ik heb natuurlijk mijn haar roze geverfd. Nu zie je wel echt wat verschil. Je ziet echt een roze gloed, zeg maar. Maar we gaan dus naar Parijs. En ik ben nog nooit in Parijs geweest. Wel, ja, ik ben er wel geweest. Maar niet in het centrum, zeg maar. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar het hotel en zo. Want ja, ik ben benieuwd welke wijk we zitten en waar. En ja, dat allemaal. En het is nu 12 uur. En het is ongeveer 3 uurtjes rijden. Of daar met de trein rijden naar Parijs iets korter. En ik heb net op Rotterdam Centraal een taartje gekocht. Om even ja, mijn verjaardag een beetje te vieren in de trein met een stukje taart. En nu wordt het heel erg donker. Maar als je nou heel veel zin hebt in deze vlog, doe dan alvast even een duimpje omhoog. En dan gaan we nu lekker reizen. Ja. Nou, we zijn in Parijs en we staan nu op het metrostation. En ja, hier staat al een metro, maar we wachten nog op een andere. Oh, daar komt hij aan. Kijk nou. Enig, we gaan in de metro. We staan in de metro. Wat vind je daar nou van dat we in de metro zijn? Super, hè? En jij weet waar we heen gaan. Ik heb nog steeds geen flauw idee waar we heen gaan. Ik ben benieuwd wat je daar van vindt. Ja, ik ook. Nou, we zijn uit de metro en nu sta ik dus echt in Parijs. En het hotel is hier ergens in de buurt, maar ik weet niet waarheen. Dus ja, jij moet het zeggen. Ik heb het hotel al gezien. Is dit het hotel? Nee. Is dat het hotel? Le Walt. Dat is het, hè? Dat is echt iets wat jij zou uitkiezen. Waarom? Ja, het ziet er wel mooi uit van voor. Ik denk dat dat het is. Ik weet het zeker. Nou, dit is het hotel en ik zag het gelijk. Ik wist het gewoon. Ik zag het aan de voorkant dat jij dit had uitgezocht. Het ziet er echt mooi uit, toch? Ja, het ziet er mooi uit. Dus, maar nu de binnenkant nog. Dit is de binnenkant. Het is heel klein. En hier is een restaurantje. Het is wel schattig. Hier gaan we morgen ontbijten, denk ik. Ja? Oh, wel leuk. Nou, we staan in de lift. Ja. We hebben onze roomkey. En nou, nu gaan we nog zien hoe de lift eruit ziet. Wat spannend, hè? Oh, de kamer bedoel ik. Oh, ineens gaat de lift open. Oh, nou, dit moet de kamer zijn. Okay, dus doe maar open. Ja, ik wel. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Het ziet er hier allemaal wel mooi uit. Dus ik heb grote verwachtingen. Oh, wat ik mag eerst het licht aan doen. Oh, hoe gaat het licht aan? Oh. Sorry. Eel, wat is dit voor eng schilderij? Wel een beetje eng schilderij. Snel de raam open. Wat eng. Open. Ja, het raam mag wel even open, ja. Oh, maar het is wel cute. Oh, het is wel cute. Het is wel mooi. Het schilderij is een beetje eng, maar... Oh, hello Mrs. Dijkhuis. Mrs... Ben ik dat? Nee, toch? Happy birthday. Oh my god. Een gratis fles champagne omdat ik jarig ben. Gefeliciteerd, Bo. Nou, wat een feest, jongens. Oeh. En dit is de badkamer met een wc. En een mooie douche. Zeker een mooie douche. Oh, dit is ook best wel mooi. Nou, wat pretty, jongens. Ik vind het leuk. Het is... Cute, hè? Je hebt het goed uitgezocht. Dit is wel iets wat ik zou uitzoeken. Oh, dit is wel echt een cute Parijs uitzichtje met zo'n gebouw. En dan mooie dingetjes. Nou, wat leuk. Kijk hoe mooi. Le Paris. Nou, we zijn buiten en we gaan nu naar de Eiffeltoren, toch? Ja. Ik ben heel benieuwd. De Eiffeltoren is inderdaad heel dichtbij, dus daar gaan we nu even naartoe. En ja, ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet. Nou ja, dat weet ik wel. Maar nu ga ik hem in het echte keer zien. Kijk nou wat ik tegenkom. De toren. We hebben hem gevonden. Het was echt super dichtbij. Het is inderdaad echt maar 5 minuten lopen van ons hotel en dan zie je dit al. Nou, nu zijn we natuurlijk nog niet echt bij de toren, maar wel al vlakbij. Hij is kleiner dan ik had verwacht. Nou, als je er straks onder staat, hij is echt groot hoor. Ja, oké, okay, maar vanaf hier, ik weet niet, ik had hem wat dus, breder verwacht, zeg maar. En dit is het park bij de Eiffeltoren. Oh, ik moet je wat vertellen. Kom even, doe je de telefoon weg. Wat is dit dan? Oh, allerliefste. Ja, daar. Nou, we hebben nu al 2 jaar. Dit is een prank, anders gaat hij dit niet filmen. Nou, ik vind het heel jammer dat je niet in de studio is. Je kan niet acteren. Nou, ik heb het nog niet eens gezegd. Ik wil je bij deze de nieuwe vragen. Nou, ik was even een foto aan het maken van de Eiffeltoren en hij denkt, ik ga het wel even pranken. Hij weet dat ik trouwen haat. Dus hij wist toch al dat ik zo ging reageren. Ja, maar we hebben het er wel eens over. En dan is het altijd van, nou, dat wil ik toch Ik heb het al eens over van die mensen die dan allemaal
het cliché bij de Eiffeltoren elkaar ten huwelijk vragen en dat was zeker het idee. Ja, bed gaan. Wie weet, misschien bedenk je je wel. Ja, doe ze even alsof jij dat wil. Grapje. Nee, gaat niet gebeuren. Maar de Eiffeltoren, ja, is kleiner dan ik had verwacht, maar dat had ik al gezegd. Ja. Maar kijk even hoe lelijk het hier is. Ja, maar, ja. Ja, no offense, maar het is hier best wel lelijk gewoon. Maar dat komt ook wel een beetje omdat het in de winter is. Want dat is anders, al die bomen zijn niet zo mooi. Ja, het komt zeker ook door het weer. Maar en dit is ook afgesloten. Normaal mag je hier toch lopen, of niet? Er staan hekken. Ik weet ook niet hoe dat maar werkt. Maar Frankrijk is ook wel een beetje het onderhoud altijd wel een beetje mwah. Ja, soms wel. Maar in ieder geval, ik heb de toren gezien en dat vind ik leuk. En we gaan hier straks ook in de buurt eten. En ik weet niet waar, dat is ook weer een verrassing. Ja, dat is een verrassing. Het is wel heel leuk volgens mij. Oké, dat is mooi. En ik las allemaal meningen van mensen in Frankrijk, allemaal Fransen. Die zeiden, ze zijn natuurlijk très bien met eten. Ja, dus, dat is die vonden mooi. Het allemaal helemaal goed, hè. Dus misschien vinden wij het ook wel goed. Oh, maar nu hoe dichterbij ik kom, hoe groter die lijkt. Ja, we zijn nog best ver, hè. Ja, hij is eigenlijk toch wel groot. Kijk jongens, dit is de scène en het ziet er nou niet heel speciaal uit. Ik vind het echt jammer dat het zo grijs is. Maar het is wel heel groot. Oh, er zitten allemaal mensen daar die lopen echt op het dak. Wat de hel, je kan daar toch echt zo vanaf vallen. Iedereen zit te rennen op dat dak en zo. Daar val je toch zo vanaf, of ben ik nou helemaal gek? De Eiffeltoren is nu ook opgelicht, dus hij heeft allemaal mooie lampjes. En hij ziet er nu wel een stukje mooier uit nog. We're back in the hotel room. En we hebben net eventjes, we zijn naar de Eiffeltoren geweest, wat ik natuurlijk had gefilmd. Daarna zijn we heel eventjes naar de McDonald's gegaan, want we hadden zoveel honger. Waarom is mijn neus zo rood? Wat de hel. Wat zie ik eruit? Nou, oké. Maar we zijn dus even nog naar de McDonald's geweest, want we hadden zoveel honger. Echt zoveel. De laatste keer hadden we gegeten om 12 uur of zo. Dus we moesten weer even wat eten. En dadelijk om 8 uur, dat is over een half uurtje, gaan we uit eten. In een restaurant dat Bart heeft uitgezocht, dus ik weet nog niet wat het is en hoe het eruit ziet. Nou, want ik heb wel één foto gezien. Maar ja, ik ben benieuwd en nu gaan we eventjes chillen. Nou, waarom doe je dit nou? Oké, we gaan in ieder geval naar het restaurant. Hoe heet het nou? Fitzgerald. Zo al. We gaan, want anders zijn we te laat. Bart heeft geen honger. Nee, jij wel dan? Nee, maar dat, ja, een beetje. Maar dat komt door die kipnuggets van net. We hadden het ook niet moeten doen. Ik wist het, maar we hadden zoveel honger. We konden ons niet inhouden. Ja, tja, maar nu hebben we niet zoveel honger meer. Maar dan kunnen we misschien iets kleins eten. Nou, we kijken wel. Weet je wat irritant is? Er is hier heel tijd van dat miezer regen. Echt gewoon miezer. En dat is super vervelend. Je wordt niet echt heel erg nat of zo, maar het gaat dan helemaal in je oog. Van die kleine druppeltjes en ja, bed gaan. Maar we gaan nu lekker eten en er is ook een cocktailbar. Dus wellicht zijn er ook lekkere cocktails. We gaan het zien. Nou, we zitten nu bij het restaurant en het is best wel leuk. We kregen al een lekker broodje en wordt er nu wijn. En we zitten hier best wel leuk en ze zijn heel aardig. Nu nog hopen dat eten lekker is. Ja, en daarachter zit een secret cocktailbar. Ja, en daar gaan we daarna, na het eten, eventjes naartoe. Ja, ben ik heel benieuwd nou hoor. Nou, we zijn weer terug op de hotelkamer en het is nu tijd voor onze gratis champagne. Die hebben we gekregen omdat ik jarig ben. Ik ben een beetje moe, klaar ik slapen. Hey. Wakker worden, hè? Slaat gewoon op mijn buik. Ah, doe het gewoon terug. Maar goed, we gaan eens eventjes deze lekkere wijn, champagne openmaken. Of nou, of die lekker is, dat is de vraag. Het restaurant waar we al gegeten was super luxe. Het was super lekker. Oh, dit is wel spannend. Eigenlijk moet je het zo heel rustig doen. Zo, hé. Hey. Yay! En nu moeten wij weer klappen, want het is nieuwjaar. Gefeliciteerd, pootje. Proost. Champagne showers. Ken je dat liedje champagne nog? Showers over je heen. Zo, hoppa. Proost, hè? Hey, proost. Proost. Net nieuwjaar dit, maar wij gaan nu eventjes dit opdrinken. En daarna ga ik denk ik gewoon lekker douchen en slapen. Ja, ik ben best wel moe. We zijn ook best wel vroeg opgestaan, dus zo gek is het op zich niet. We gaan de hele nacht daar nog door. Niet? Nee, ik ga hou lekker mijn bed in. En nu gaan we Franse televisie kijken. Doei! Hoi, dit ben ik die mijn haar aan het kammen is. Dit hebben jullie vast altijd al willen zien. Dit hebben jullie al eens gezien in mijn morning routine. Maar dit was weer de vlog van vandaag en ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Morgen ben ik nog een dag in Parijs en ga ik ook weer vloggen. Dus binnenkort komt die vlog ook nog online. Dus abonneer zeker even op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Zodat je die vlog niet mist. En dan bedank ik jullie weer heel erg voor het kijken. En wil je dan nog een video van mij bekijken? Klik dan nu hier naast mij. En wil je op mijn YouTube kanaal abonneren? Dat zou ik heel erg tof vinden. Klik dan even op mijn foto die nu hieronder staat. En hopelijk zie ik jullie dan weer bij een nieuwe video. Doei! Doei! Doei. Mwah.